Zo, 15.00 zegt mijn laptop. En aangezien we maar een uur hebben, denk ik dat ik er vrij strak op inga. Dus we gaan gewoon van start. Welkom allemaal bij deze webinar van, van de Community of Practice, herbruikbare verpakkingen van het KIDV. Zijn we een leuk aantal. We hebben een drietal onderwerpen die we vandaag voor de bühne willen gooien. Een heel korte vraag of iedereen mijn scherm ziet, de presentatie. Zo niet, lees ik dat wel even op de chat. Ik zal heel kort even toelichten hoe dat precies in zijn gang gaat. Even kijken. Ja. Nou, het programma, zoals jullie kort in de aankondiging en bevestiging hebben kunnen zien. Ik doe zo heel kort even een introductie van het Community of Practice voor degenen die dat nog niet precies weten. Ik zal het kort houden, want er zijn genoeg van ons die het al eerder hebben gehoord. En daarna gaat Jannes Nelis van Partners for Innovations de rekentool laten zien die zij samen hebben ontwikkeld met de Universiteit Utrecht en een aantal leden van de Community of Practice. Een rekentool waar ik een tijdje al naar uitkijk, omdat ik daar vaak vragen over krijg. Hoe verhoudt zich een herbruikbare verpakking versus een eenmalige op het gebied van CO2-uitstoot bijvoorbeeld, of ook kostenfront. Daarnaast er 5 minuten tijd voor vragen. En dan gaan we door naar een presentatie van een pilot die we ook begin van het jaar zijn opgestart. Dat gaat over hoe gedragen zich verschillende verpakkingen en materialen zich in een groot aantal cycli in een vaatwasser. Als je herbruikbare verpakkingen hebt, zeker voor voedsel, dan zul je hem toch moeten reinigen tussendoor. En dat is niet elk materiaal is er even geschikt voor. En Johanna Olschanka van Jojo heeft daar een zeer nuttig onderzoek op gepleegd. En de laatste presentatie van vandaag zal van Packback zijn, Tine Bartja, die samen met partner Tristan een onderzoek gedaan heeft. Met name ook onder Community of Practice leden en mensen daarbuiten die met herbruikbare verpakking bezig zijn. Hoe kunnen wij standaardiseren als wij herbruikbare verpakkingen breder willen inzetten en in veel grotere aantallen met grotere milieuwinst, dan zullen we toch moeten gaan standaardiseren, zegt mijn gevoel. Dit gezegd hebbende, heel kort eventjes de instructie over de tool waar jullie nu in zitten. Samba heet het. Ik weet niet wie het eerder heeft meegemaakt. Het is relatief hetzelfde als veel van de online instrumenten die we kennen. Ik heb er zelf al een stuk of 15 à 20 verschillende achter de rug. We kennen uiteraard een chatfunctie. Ja, want jullie staan standaard op mute. En ook de video's zijn uit om niet vele tientallen personen in beeld te hebben staan. Links ziet u een zwarte balk met knoppen. En daar staat het tekstballonnetje waar de gesprekken staat. Daar kunt u een vraag achterlaten in de chatbox. In de presentaties kunnen jullie daar al vragen instellen die ik en mijn collega Maartje zal opnemen. En na afloop van de presentatie stellen aan de presenteerder. Dat is kort tijd voor vragen na elke presentatie. Enkele minuten, een minuut of 5 max. Wat nuttig is, deze presentatie wordt opgenomen, het hele webinar bedoel ik, en is daarna ook terug te kijken op het YouTube kanaal van het KIDV. En na afloop van de webinar krijgt u binnen enkele dagen max een verslag met links naar de rekentool, naar de rapporten, zodat u dat ook kunt, zelf kunt downloaden. Nou, dit gezegd hebben we heel kort een introductie van de Community of Practice, voor degenen die nog niet precies weten waar dit allemaal vandaan komt. Binnen het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken spreken wij uiteraard veel met bedrijven en instellingen over duurzaamheid van verpakken natuurlijk. En een van de thema's die in rap tempo terrein aan het winnen is ten opzichte van, zeg even een wat traditioneler duurzaamheidsthema recycling, is hergebruik. Hergebruik van verpakkingen met name natuurlijk hier. En om dit onderwerp sneller en breder uit te kunnen rollen zou je kunnen zeggen, hebben wij de Community of Practice opgezet, wat eigenlijk bestaat vooral uit een actief netwerk met partijen uit de hele keten, van supermarkten tot fabrikanten van verpakkingen, afvullers, kennisinstellingen, NGO's. Die zijn allen bij elkaar om kennis te delen. Dus het heet niet voor niks een Community of Practice. Dus best en worst practices proberen we te delen om zo kennis zo snel mogelijk uit te breiden, het heruitvinden van het wiel te voorkomen. Nou, dat delen we via onze webpagina. De speciale pagina op de KIDV-website. Er is ook een LinkedIn-groep waarin we contacten met elkaar leggen en informatie delen. Wij organiseren bijeenkomsten. Daar staat niet voor niks online bij, want jammer genoeg kan dat heden ten dagen wat minder makkelijk fysiek. Hoop dat zeer zeker wel te kunnen gaan doen binnen, nou ja, niet al te lange tijd.
Wij helpen om pilots te definiëren, partijen daar bij elkaar te zoeken, faciliteren dat. Het tweede daarvan zullen we vandaag laten zien. De rekentool heb ik genoemd, een handig ding als je denkt om over te stappen van een eenmalig naar een meermalig verpakking. Waar moet je dan aan denken? Hoe zit die milieudruk? Wat gebeurt er met aan de kostenkant? Wat voor aspecten zijn er? En misschien een leuke vooraankondiging, het handboek, of zoals de wegwijzer herbruikbare verpakkingen, zoals we dat noemen, die wordt geschreven momenteel en ik hoop hem ook voor het einde van het jaar, inclusief een Engelstalige versie, te kunnen lanceren. Nou, dat in het kort even de community of practice, herbruikbare verpakkingen. En dan wil ik eigenlijk nu het woord geven aan Jannes Nelissen van Partners for Innovations. En Maartje, als jij dan naar de presentatie kan schakelen, dan doe ik mijn microfoon uit en dan kijk ik even, Jannes, of jij jouw geluid aan kan zetten. Of zelf nog even niks. Nee. Ja, nou hoor ik je. Ja, dan zet ik mijn microfoon in beeld uit en geef ik de komende 15 minuten de vloer aan jou. Prachtig, dankjewel. Bedankt. Ja, wij hebben als Partners for Innovation deze rekentool ontwikkeld. Mijn collega Sim heeft hier eerder over gepresenteerd in deze community. Ik mag vandaag presenteren, maar dat betekent niet dat... dat dit volledig ons werk is. We hebben dit samen gedaan met Marcel en leden van deze community. En ook met heel veel hulp van de Universiteit Utrecht. Ik zal later benoemen hoe zij ons hebben geholpen. Wij maken als Partners for Innovation vaker LCA's. Omdat wij advies geven op het gebied van duurzaamheid. En voornamelijk op het gebied van duurzaamheid van verpakkingen. En daarbij is een LCA-berekening erg handig. We hebben dit ook gebruikt bij het ontwikkelen van meerdere herbruikbare systemen. En dat hebben we geprobeerd allemaal te vatten, die kennis in deze tool. En daar ga ik nu over presenteren. Het doel van deze tool was dat iedereen die hier zo meteen toegang tot krijgt, zelf hem kan gebruiken om een indicatie te krijgen van de CO2-impact die in een verpakking zit en hoe je die dus kan verbeteren met een herbruikbare verpakking. En ook zodat je kan kijken of je herbruikbare verpakking inderdaad een verbetering is ten opzichte van een eenmalige verpakking wat betreft CO2-impact. Ook hebben we er een berekening voor integrale kosten bijgevoegd, zodat je een inschatting kan maken van de financiële voordelen van een herbruikbare verpakking. We hebben hem zo opgezet dat alle ketenstappen goed in beeld komen, zodat je ook zelf goed kan bedenken van, oh wacht, dit is ook nog belangrijk, hier moet ik ook nog over nadenken. Dan blijkt misschien dat uiteindelijk niet allemaal ze evenveel impact hebben, maar dan heb je zelf weer goed op een rijtje welke stappen jouw verpakking allemaal moet doormaken. En het idee hiervan is dus dat jullie zelf, of in samenwerking met een producent of een ontwerper, betere keuzes kunnen maken bij het ontwerp van een herbruikbare verpakking, maar ook het opzetten van het systeem van herbruikbare verpakking. Ik ga om de tool aan jullie over te brengen, duidelijk te maken hoe die werkt, ga ik een voorbeeld geven met het gebruik van herbruikbare frisdrankflesjes voor de horeca. Dit is niet een klant van ons. Het lijkt op een case die wij eerder hebben behandeld en daardoor vond ik het een handig voorbeeld zodat ik zelf kon checken of het inderdaad alle details er goed in naar voren kwamen. Dat betekent dus wel dat alle data die jullie hier zien echt niet gaan over Rivella en je ze er niet op moet aanspreken. Wat we gaan doen is, we hebben een flesje helemaal links. Dat is een herbruikbare glazen flesje. Die wordt aan een restaurant geleverd en Rivella wil die weer terug hebben om weer her te gebruiken. Maar ze hebben ook nog een ander kleiner flesje van glas. Die is gewoon wat dunner, want die hoeft niet zo vaak mee te gaan. Die gebruikt 15% minder materiaal. Maar ze zouden ook een eenmalige kunststoffresje, een petflesje kunnen gebruiken die wat groter is. Of een eenmalig kunststoffresje met voor de helft gemaakt van gerecycled PET. En dan gaan we kijken welke nu beter uit de test komt. Als wij de tool open doen, die is gemaakt in Excel, dan zie je dit. Dit is de eerste pagina, een user guide, want ik heb maar 15 minuten om jullie wat te vertellen. Maar er is gewoon veel meer nodig
om die tool te gebruiken. Dus op de eerste pagina vind je heel veel informatie over welke stappen je moet doorlopen, hoe je extra hulp kan vinden en waar hints staan. Als je dan naar het tweede tabblad gaat, dat is de inputkant, dan ziet het er zo uit. Je hebt aan de linkerkant heb je alle informatie over je herbruikbare verpakking en aan de rechterkant over je eenmalige verpakking. Als we nou gewoon beginnen met invullen, dan het eerste wat we moeten invullen is een naam. Dat is handig, want dan kan je later goed zien over welke verpakking het gaat. Maar de volgende in het rode rondje is het volume van het product dat je probeert te vervoeren. Dat is belangrijk omdat wij de tool zo hebben gemaakt dat hij terugrekent naar het volume product dat je probeert te vervoeren. De volgende is de return rate, dus dat is hoeveel verpakking krijg je nu eigenlijk terug van jouw klant. Welke kan je opnieuw gebruiken, want er zal altijd uitval zijn omdat er flesjes kapot gaan of omdat mensen het niet terugsturen. Gelukkig in ons geval met restaurants is dat vrij hoog, omdat er statiegeld op zit en ze blijven meestal op het terras van het restaurant. De volgende is het aantal gebruikscycli dat je wilt doormaken. We hebben hier gekozen voor 12. Na een tijdje gaan die glazen flesjes, daar komen allemaal lelijke schuurplekken op. En nou, die wil je dan toch wel eens een keer vervangen, omdat het toch ook je product is en je wil dat het in een mooie verpakking aan de man wordt gebracht. Dan gaan we voor elk onderdeeltje van de verpakking gaan we de belangrijkste informatie erin zetten. Dus bijvoorbeeld het flesje zelf, die is van glas. En we weten een massa, we weten hoe die geproduceerd wordt. Hoe kan ik al die informatie invoeren? Ik heb, dat staat erboven, je staat een drop-down menuetje, er staan heel veel materialen in. Datzelfde geldt ook voor de productieprocessen. En op sommige dingen zal je zien dat er tekstinput staat en daar kan je gewoon een getalletje invoeren. Nou, we hebben een herbruikbaar flesje, maar de dop en het etiket zijn niet herbruikbaar. Dus daar moeten we ook alle informatie voor invullen, maar er zit een checkboxje achter en dan kunnen we zeggen, deze wordt niet hergebruikt. Dus elke keer moet ik deze opnieuw produceren. Die wordt misschien gerecycled, maar misschien ook gewoon weggegooid. Er zit natuurlijk kosten ook in deze tool. Dus wij hebben een inschatting van hoeveel kost één zo'n flesje nou ongeveer. Dan gaan we alle transportstappen uitvoeren. Nou, dat zal je misschien verbazen hoeveel kilometers jouw verpakking nog gaat afleggen als je in bijvoorbeeld een nationaal systeem zit of in een internationaal systeem. Daarom hebben we al deze stappen onder elkaar gezet en kan je per transportstap ook nog eens meerdere transportmiddelen invoeren. Ook dat gebeurt weer in een drop-down menuetje. Nou, dan geef je aan hoeveel kilometer erachter zitten. Hier wisten wij vrij specifieke informatie van een eerdere case. Vandaar dat ik hier getalletjes tot op de kilometer nauwkeurig heb ingevuld. Ook geven we weer kosten op. Ik heb hier 5 cent per 10 ingevuld, omdat ik weet dat de kosten waren ongeveer een halve cent per flesje. Maar je kan natuurlijk ook, als jij zegt, ik heb gewoon een bedrag afgesproken met mijn transporteur. Dat is een paar duizend euro voor trayen van producten, ja, dan kan je hier gewoon dat op die manier invullen, hoef je dat niet zelf uit te gaan zitten rekenen. Nou, dan heb je al het transport heb je meegemaakt, de consument heeft het product gebruikt en het moet terugkomen. Nou, dan kan je natuurlijk je transport terug naar jouw schoonmaakfaciliteiten kan je invullen en terug naar jouw DC. Maar het kan ook zijn dat jouw consument een verpakking zelf hergebruikt, dus dat jij hem niet hervult, maar bijvoorbeeld een herbruikbare koffiemok voor de NS-stations. Die zal de consument zelf schoonmaken en zelf weer opnieuw gebruiken. En dan is daar wederom een checkboxje en dan worden al die transportstappen worden daarna overgeslagen, zodat die niet elke keer worden meegerekend voor elke gebruikscyclus. Het wassen is natuurlijk een belangrijke. Als je je verpakking of zeker van voedsel gaat hergebruiken, daar hebben we een aantal methoden staan, die hebben een eigen impact. Die hebben we samen met de Universiteit van Utrecht berekend wat dat dan ongeveer is aan impact. Dan komen we eigenlijk al weer uit bij het end of life. Dus hij is een aantal cycli doorheen gegaan. Dat heeft hij
heeft de tool zelf berekend wat gemiddeld ongeveer het aantal cycli's dat jouw product door kan gaan, gebaseerd op jouw return rate en je technische levensduur van je verpakking. En daarna moet je het gaan recyclen. Dan staan automatisch alle materialen en onderdelen die je boven hebt ingevuld, staan hier er alweer in, zodat je zelf helemaal over na denkt, oh ja, wat gaat daar eigenlijk met mijn glas gebeuren? Wat doe ik ermee als ik het terugkrijg? Of ja, een etiketje op een flesje, ja, dat zal waarschijnlijk gewoon worden weggegooid. Daar zit incineration achter. En je ziet hier drie verschillende, naast dit rode rondje, drie verschillende opties. Dus recycling, dat betekent dus dat al het materiaal wordt gerecycled met wat procesverliezen die we hebben meegenomen. Dan is er average Dutch waste scenario. Dat is gebaseerd op statistieken van recycling in Nederland. Dus per materiaal, hier is in het geval van aluminium, weten we gewoon dit, zoveel aluminium wordt er in Nederland aan verpakkingsafval gerecycled. Hebben we dat verrekend in de tool. En incineration betekent verbranding. Dat is gewoon het normale Nederlandse afvalscenario. Het wordt gewoon in de brand gestoken en er wordt energie teruggewonnen. Staat hier uitgelegd. Kijk. Dan hebben we dat gedaan voor onze herbruikbare verpakking aan de linkerkant. Dan kunnen we voor een eenmalige verpakking aan de rechterkant hetzelfde invullen. Gaan we je niet meer vervelen. Dan onderaan is er nog een tabblad voor als je nog meer verpakkingen wil vergelijken. Dus we hadden nu een eenmalige glazen fles en een herbruikbare glazen fles. Maar we hebben ook nog twee kunststof plastic flesjes. Die willen we ook nog vergelijken. Kunnen we daar op het derde tabblad invoeren. Een paar dingen die ik wel uit wil lichten. Hier hebben we dus bijvoorbeeld een groter kunststof flesje. Die andere zijn allemaal 200 milliliter. Dit is een 33 centiliter flesje. Dan voer je dus ook een ander volume in. Zodat dat goed wordt verrekend naar het aantal, ja, de hoeveelheid product dat je probeert te verschepen. Is natuurlijk in de realiteit niet heel eerlijk. Want als je op een terras zit en je wilt wat Rivella bestellen. Dan bestel je gewoon een flesje Rivella. En dan... Is dat uiteindelijk niet meer jouw probleem of dat een 33 centiliter flesje is of een 200 milliliter flesje. Maar het is wel zo eerlijk in deze vergelijking. Ander ding dat ik wil uitlichten is voor het andere plastic flesje waarin we gerecycled PET hebben gestopt. Voor voornamelijk de kunststoffen is er dus een inputveld bovenaan helemaal waarin je kan invullen hoeveel gerecycled materiaal jouw onderdeel bevat. En zo kan je dus ook bijvoorbeeld AirPad meenemen in deze vergelijking. Nou, als je dat allemaal hebt ingevuld, dan kan je naar je vierde tabblad gaan. Daar staan de resultaten van de CO2-impact. Bovenaan zien we dus al die namen, daar moet je voor je naam in. Dan weet je goed waar je getalletjes over gaan. En dan zie je een hoeveelheid CO2-equivalente emissies die zijn uitgestoten in dat ene, of gemiddeld per rondje gebruik van jouw verpakking. Nou, zal 0,05 kilogram CO2 uit jullie niet zoveel zeggen. Zeg maar eigenlijk ook heel weinig. Hè? Wat betekent dat nou? En daarom staan daarnaast een extra kolom waarin staat hoeveel beter of hoeveel minder goed elke andere verpakking is die je ermee vergelijkt. Dus dit zijn de extra CO2 uitstoot die ermee gepaard gaat. Dus bijvoorbeeld een single-use glazen bottle of glazen flesje stoot 47% meer CO2 uit per gebruiksrondje in dit scenario dan ons herbruikbare flesje. Maar je ziet ook een min 24 staan voor het plastic flesje. Dat betekent dus dat die minder CO2 uitstoot per trip. Dat komt voornamelijk ook doordat het een grote flesje is. Er zit gewoon een grote volume in. Dus teruggerekend naar volume is dat een stukje efficiënter. Nou, er zit daaronder een grafiek. Die geeft, dus gewoon ook per stap aangegeven hoe groot deel het uitmaakt van je totale uitstoot. Nou, hier zijn allemaal kleurtjes. En wat je heel vaak hoort is, oh, maar hoe zit dat dan toch met die transport? En hoe zit dat met dat schoonmaken? Is dat niet veel? Veel intensiever. Is er niet veel meer uitstoot mee gepaard dan het herbruik van mijn flesje? Dan zie je, nou, dat maakt eigenlijk in dit geval heel weinig uit. Dan hebben we ook nog het end of life. Dus bij recycling, dan zie je eigenlijk dus dat er een extra blokje onder de nul komt. Dat betekent dus dat er CO2-uitstoot wordt voorkomen. Dat komt doordat glas heel goed recyclebaar is.
Dus dat glas kan worden gerecycled, daardoor hoeft er minder glas nieuw geproduceerd te worden, dus spaar je weer CO2-uitstoot uit. Onder, in datzelfde tabblad over de resultaten in de CO2, is ook een break-even point waar we het over gaan hebben. Nou, dan zie je dus hoeveel keer je verpakking moet hergebruiken om beter te laten zijn dan je eenmalige verpakking. Hier zie je allemaal lijntjes voor al deze producten, maar als je nu zegt ik wil er eentje minder, dan kan je aan de zijkant klikken, nou, die wil ik even niet zien. Dan laat je die vallen en dan heb je wat beter overzicht. Je kan ook zien aan de zijkant hoeveel gemiddeld jouw flesje meegaat. Hoeveel keer die meegaat in gebruik. Zodat je ook kan zien, als ik weet dat ik hem tenminste 7,3 keer moet hergebruiken om beter te zijn dan mijn eenmalige kunststof flesje, dan hè, als ik gemiddeld 12 keer gebruik, dan gebeurt dat dus ook. Hetzelfde hebben we voor kosten. Daar hebben we al dezezelfde gevallen voor. Dan zie je ook weer een break-even point. Die wordt ook aangegeven. Wij vinden het gewoon leuk om dat grafisch aan te geven. Vandaar dat je dat hier ziet. Nog even snel, wat zijn nu de belangrijkste knoppen in een herbruikbaar vervanging volgens deze tool? Nou, één is materiaal en massa. Dus bijvoorbeeld, er gaat heel veel energie gepaard met de productie van glas en aluminium, maar dat zijn ook meestal zwaardere verpakkingen en dat zie je terug in je overall impact. Het aantal gebruikscycli is natuurlijk heel erg belangrijk, want daar gaat hij gewoon door delen uiteindelijk. Hij gaat je totale impact gaat hij delen door het aantal gebruikscycli. Dus je moet gewoon zorgen vooral dat je verpakking terugkomt. En dat doe je daar bovenaan. Transportmiddelen blijken veel belangrijker eigenlijk dan de afstanden. Zeker als je binnen Nederland blijft, dan zijn die afstanden nooit zo ver dat een hele grote impact gaat hebben. Maar wat je hier onderaan op de slide ziet, is aan de linkerkant, is als ik mijn glazen flesje helemaal zou vervoeren met alleen een klein busje. En aan de linkerkant, of aan de rechterkant, als ik hem in een grote truck zou stoppen, dan zie je dat het gele balkje voor transport, dat daar een enorm groot verschil in zit. Dus als je ergens mee gaat spelen, dan is dat een belangrijke stap. En schoonmaakmethodes. Dus bijvoorbeeld als ik mijn eerder genoemde eenmalige koffiebekertje, als ik die elke keer met de hand ga wassen, dan heeft dat veel meer impact dan wanneer dat ergens wordt ingezameld en in een grote industriële installatie wordt schoongemaakt. Wil ik nog heel even benadrukken dat wat deze tool eigenlijk is. Hij geeft je dus een indicatie van je CO2-impact. Het is niet per se de echte CO2-impact. Daarvoor zou je toch waarschijnlijk voor je verpakking een volledige LCA-studie moeten laten uitvoeren. Als je daarover gaat communiceren naar buiten toe, als je voor commerciële doeleinden het ergens op wil printen van dit is nu 35% minder CO2-impact, dan raad ik je aan om dat toch bij ons of bij Serious Business of de LCA-center gewoon echt een LCA te laten maken om te zien hoe dat zit, omdat degenen die dat die LCA maken beter zien hoe dat zit. Het gaat ook om CO2-impact, dus bijvoorbeeld zwerfafval wordt hier niet in meegenomen. En het is vooral bedoeld voor jou om in je eigen proces te kijken hoe kan ik het optimaliseren. Dat was het van mijn kant. Dan wil ik nog even zeggen, bedankt Marcel voor jouw kritische vragen in de ontwikkeling. En alle mensen van de Universiteit Utrecht, professor Ernst Vorel, Patricia Quello en Blanca Barastas, zij hebben ons veel geholpen in het verzamelen van de data en kritisch kijken naar de berekeningen die we hebben gedaan. Dat was de presentatie. Ik ben klaar voor vragen, Marcel. Ik zie jou. Hartelijk dank, Jannes. Nou, dat heb je heel mooi gedaan. 42 slides in 15 minuten. Veel zijn natuurlijk ook screenshots. En bij voorbaat al zal dit zeker een tool zijn waarin mensen gewoon aan de slag moeten en kijken wat de verschillende getallen doen. En het is ook een klein beetje, om het even plat te zeggen, crap in is crap out. Dus een van de vragen ging over hoe zit het met de afstanden, wat houden jullie daar aan? Een vraag van Loren. Daar geldt toch wel voor dat je daar zelf wat onderzoek naar zal moeten doen. Of een inschatting in ieder geval om te kijken, wordt mijn verpakking ver getransporteerd, ja dan te nee. Het effect is niet per se heel groot als je grote volumes tegelijk vervoert. Maar je zei het zelf al, als je een klein busje met daarin drie kartjes flesjes vervoert, ja dan gaat dat impact krijgen. Of als je het naar een ander deel van Europa sleept. Ik zie nog een vraag over de recyclagescenario's voor kunststoffen met name, welke daarin mee zijn genomen. Is daar bijvoorbeeld ook rekening gehouden met chemische recycling en dergelijke?
Nee, dat is niet meegenomen. Nee, dat is enkel mechanisch recycling. Ja, voornamelijk ook daarop aanhaken, denk ik, Jannes, is dit precies wat je daar schreef, de average industrial waste scenario. Dus zolang chemisch recycling geen significant aandeel is van de manier waarop wij in Nederland ons verpakkingsafval verwerken, is dit niet in de toekomst meegenomen. Mocht dat in de toekomst wel zo zijn, zullen we daar zeker de getallen ook op aanpassen. Maar dat zal nog niet heel spoedig zijn. En nog één laatste vraagje van Sarah over de getallen en de nauwkeurigheid daarvan. Hè? Sommige getalletjes liggen vrij dicht bij elkaar. Wat is de nauwkeurigheid van de tool? Goeie vraag. Dus daarom heb ik dit met een eerder behandelde case net voorgedaan. Dan kon ik zelf dat even checken. En wij zaten binnen 15% van wat wij zelf zagen. In ieder geval de indicatie strookt heel goed. Maar er zijn wat verschillen toch van tot 15%. En dat gaat deels over in het transport. In sommige gevallen moet je meer rekening houden met gewicht. En in sommige gevallen moet je meer rekening houden met volume. Dus voor dat soort specifieke gevallen zal deze tool niet een uitkomst bieden. Nee, dat nog even herhalend. Het is inderdaad vooral om een indicatie te krijgen waar moet je naar kijken. Zit het break-even punt tussen eenmalig en meermalig? Heb je het dan over 3 cycli of over 30? Hè? Dat ook heus wel een stuk nauwkeuriger, maar dat is zeker geen vervanging van een werkelijke LCA-berekening. Maar zeker een handig hulpmiddel, denk ik. Er zijn nog een paar vragen, daar kunnen we niet allemaal aan toe, ben ik bang. Mochten mensen nog vragen hebben, zijn die separaat ook aan ons te stellen, al dan niet via de Community of Practice. Dan zorg ik ook dat die bij Jannes terechtkomen. En de laatste vraag van Willemijn, inderdaad, deze tool wordt publiekelijk gedeeld, dat is het hele doel ervan. Deze webinar is in essentie dat, hè, laten zien dat de tool nu gereed is om gedeeld te worden in de Community of Practice en uiteindelijk ook gewoon daarbuiten. Het hele idee is dat men het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, dus wij hebben bij deze dat wiel alvast voor jullie uitgevonden. En dat is natuurlijk ook gewoon voortbouwend op dingen die er al waren. Dus er volgt na deze webinar een mail met de links naar de plaats waar je de tool kan downloaden. Bedankt Jannes, wij moeten door naar de volgende presentatie. Dus ik dank jou en zie dat de volgende presentatie klaar staat. Deze zal in het Engels zijn. Therefore, I switch to English as well. Joanna, can you hear me? Could you switch on your camera, please? And the sun is shifting, so it's shining in my face. There you are. Dzień dobry. Hi. I think the sound is working. I think everybody can see you. So I will switch off my sound and camera as well, and then the floor is yours for the next 10 minutes. Cool, thank you. Hi everyone, I'm Joanna. I'm founder of YoYo Boost Reuse, and our mission is to reduce litter generated by disposables. We help organizations, caterers, businesses make a smooth transition from single use to reuse model in a convenient and affordable way. So we during this presentation, I would like to share some objectives, methodology, and observations we had during the pilot we conducted for the community. And we would like to share primarily what was the aim of the pilot. We wanted to gain practical knowledge about potential risks and benefits related to industrial dishwashing of reusable containers. And here, as you can see, for that purpose, we tested impact of dishwashing on containers made of 10 different material types. As you can see here on the left-hand side, mainly boxes made of wood, stainless steel, aluminium, two types of polypropylene boxes, a transparent one and non-transparent. Boxes made of PBT and tritan sand, PC, and wheat straw with polypropylene. So a few of different material types. And for this pilot, we used actually common industrial dishwasher. It's called hood type usually. And we used standard dishwashing procedure, as you can see here. For the testing purposes, we also used, we applied curry and tomato sauces. Moving to the next slide,
What is also important to mention that we compared the impacts of the boxes that were washed multiple times. Oh, it's jumping. Sorry. Everyone can see slide number 4, right? Okay, I hope so. And sorry. The slides are jumping. Is it for everyone that they're moving? We see slide number 4. Yes, we are now on the slide number 4. Perfect. Yes. Perfect. So what is also important that we compared boxes that were washed multiple times without storing any food in them. And we also tested how boxes are impacted after food storage. And in order to test impacts of the washing and food storage, we did six different tests. And for that purpose, we used actually 8 containers per each material type. Here you can see the first set of tests that you can see here. We tested the effects of boxes that were first pre-washed for 50 times. And afterwards, we checked how these boxes are reacting to cycles of washing and food storage for 1 day and 3 days. And in this slide, you can see a second set of tests where we tested how the cycles of washing and food storage affect relatively new unused boxes. And we stored in each of them food for 1 day, 1 hour, and 3 days. And during all of these tests, we assessed the impacts on the boxes against 6 criteria that you can see here. We measured any major damages, deformations, scratches, stains, or smells and colors. And we gave respective scores pre-trial, during, and after trials. And here we are coming to something more interesting and highlights of the results. Here you can see some images of findings per assessment criteria that I just shared. And as you can see, containers that had major damages were wood and aluminium. Containers that were mostly deformed, actually only one type of the deformed containers were made of wood, and that was related to the dishwasher heat and the handling. The largest number of scratches we recorded on aluminium boxes, stainless steels, and that was also due to handling. And what I mean by that is putting in and out food with a metal spoon. Also, the dishwashing cycles impacted that. Putting in the dishwasher, taking it out, touching other containers impacted the number of scratches. The highest discoloration on the boxes, though, we noticed on the wood boxes, polypropylene transparent ones, and PBT containers. There were also some differences between how the curry sauce impacts and how the tomato sauce impacts different containers. So actually, curry was interestingly affecting the PBT, wheat straw, and Triton containers. And polypropylene transparent box was highly impacted by tomato sauce. What we also observed, and it's very hard to capture on the picture here, is the smell. So what we've noticed, there was a lot of material and food smell. And strongest material smell had aluminium, wood, and stainless steel containers, as well as the wheat straw boxes, especially when they were still warm and heated. Whereas the strongest food smell, so from the curry and tomato sauces, had wood as well, wheat straw, and even polypropylene transparent containers. This was really highly visible after 1 hour, after storage of food longer than 1 hour.
And here you can see high level overview of findings per each material type that we just mentioned and assessment criteria. These red dots, they indicate whether certain condition occurred on a specific material type. And if it never occurred or was negligible, there's no dot added. And as you can see, there's actually no clear winner. There is a trade-off. Either we have a box, the boxes that don't get deformed, they, for example, have often a lot of smell effects. So what is positive is that actually most of them are resistant to deformations and major damages, but many are sensitive to scratches. To summarize, actually, it all depends on what is important for the user. And that's why I'm going to the second slide. Well, the number 10. If we think about the impacts of food storage on boxes and the ones that were first pre-washed for 50 times and versus the boxes that we stored food, but we never pre-washed them. So they were relatively unused and new. We actually asked ourselves question, can we keep food for long in a box and whether it actually matters how frequently it is used. So the answer is that boxes should be washed as quick as possible, better within 1 hour than 1 day. And the more the box is used, the more sensitive to coloring actually it becomes. So as a conclusion, we actually, what is important, not only the time of how long the food stays in the box is relevant, but also the frequency of usage. And here we go to the summary. As a conclusion, in order to maintain high quality of a product, it's really advised to wash containers in less than 24 hours. And frequent washing and frequent food storage affects all types of materials. And as you can see here, certainly wood and aluminium are not suitable for dishwashing or frequent food storage. And here I would like to end the presentation. I have a few supporting photos and materials. So if you have any questions, please let me know. Thank you so much, Joanna. For me personally, this investigation was quite interesting to see what would come out. I mean, you've identified, I think, the most common materials for reusable containers. You did a lot of research on this yourself through your own enterprise, YoYo. Some conclusions I would imagine, some are a bit more surprising for me, specifically the aluminium, which is not an uncommon material to be used, as I notice in reusables. So I'm curious to see how that will work out. And perhaps aluminium should not be used for food and it's okay for detergents, for example. And so there's a few minutes for some questions. There was a question from Swapbox. Did you also take into consideration what the possible effect of an antimicrobial additive would make? So if you would add a antimicrobial material to the packaging material, that could be silver particles that kill bacteria, for example. We didn't take into account, we didn't measure the boxes and the additives that they have. So we really, this pilot included most common boxes that we have in the market. So I think is it additive actually, the functionality of the box that is mentioned? I think so. And I'm not sure whether any of the boxes that we use for testing had it, but probably it would help to have something that slow down creation of mold, because what we've noticed was that the boxes that were used, so we washed them for 50 times and then stored food, they created mold much faster. They actually create the mold, whereas the boxes that were not pre-washed 50 times and also stored food for the same amount of time
as the other boxes, they did not create the mold. So that was actually interesting finding. And if there are ways to produce the boxes with that ingredient, that's probably useful. Yeah, okay, interesting indeed. I mean, I would imagine even if you have an antimicrobial additive to your packaging material, you still need to wash it, right? Yeah. Well, we don't know. Yes. We didn't, yeah. Probably. Yeah. It's interesting to figure out, right? Yes. So Bo asked the question, whether the smell effect, I assume you meant, Joanna, the smell that remains after washing, right? Yes. So some boxes developed a smell of food that remained after washing for longer time. And many of them had smell of the material itself right after washing. That's most likely related to the heat and temperature of the dishwashing machine. Yeah. And a question from Willem, is bamboo behaving the same as wood, or don't you have any experience, any thoughts on that? We did not measure the bamboo type of the box, and it depends which bamboo you have in mind, like the bamboo that is pure bamboo or the bamboo with melamine and other additional fibers, binders, and all different sorts of things. So, but this was not in scope of this pilot, actually. No. Yeah, that is a difference, yeah. Because if I look at my reusable coffee cup, it is bamboo fibers with a lot of resin. It's more a polymer than actually something bamboo-like. All right, one final question from, let's see, there's actually a few questions. We can't do all of them, sorry guys. Cool, good. Did all the containers have the same wall thickness? I don't think they did, right? Sorry, can you repeat the question? Whether all containers had the same wall thickness. No, they haven't. Basically, the criteria for choosing the boxes was what is most commonly found on the shop shelf that we have at the moment. Yeah. So many of them, on the basis of the pictures you can find in the shops here in Netherlands, so that's something that we often encounter, and they had different wall thicknesses. Yeah, that's the answer. Yeah. And then I could imagine a different wall thickness might have an effect, right? It could prevent damaging, or if you go too thin, it makes it the lifespan shorter. Okay, so I would encourage everybody with questions or who's interested to download the file, the report when it's available. You'll be notified by email where to find it. Thank you so much, Joanna. For doing this research. Yes, thank you. And if anyone has more questions, I see more questions occurring. So we also have our website here attached, and we're open to answer a question after the workshop. Exactly. Thanks. All right. Thank you so much. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you, Val. Which brings us to the final presentation of today. And it's already stored or loaded, so that's good. I hope everybody can see it. And with this, I'm checking if Tine is having the video open. Ja, ik ben er. Het gaat weer in Nederlands, toch? Of, ik raad er gewoon door in het Engels. We gaan terug naar het Nederlands, inderdaad. Heel fijn dat je er bent, Tine, van Packback. En ik geef jou hierbij de vloer en zal ik mijn geluid en beeld uitzetten voor de komende 10-12 minuten. Met aan het einde nog tijd voor het vragen. Ja? Kijk, ik weet niet of jullie mij kunnen zien. Nog niet. Oké. Okay. Volgens mij gaat dat dan zo gebeuren. Maar als jullie mij kunnen horen, is dat al hartstikke goed. Mijn naam is Tine Baakja. Ik ben een van de co-founders van Packback. Ik vind het ten eerste heel erg leuk om hier wat te kunnen presenteren over waar wij de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest in samenwerking met het KIDV. Even naar de volgende gaan. Eerst even een inleiding. Dus wat ga ik vertellen vandaag? Als eerste wat vertellen over wie wij zijn als Packback en waarom wij nou dit eerste onderzoekje of exploratie hebben opgezet. Daarna zal ik wat meer vertellen over hoe wij dat hebben opgezet. Over verschillende systemen van primaire herbruikbare verpakkingen voor voeding. Criteria voor deze verpakkingen. Logistiek, reiniging en de look and feel. Nou, eigenlijk, ik denk dat we dit allemaal wel hebben gezien, zeker versterkt door COVID, maar zeker de afgelopen jaren booming. Het is eigenlijk een grootschalige transitie van F&B vendors naar maaltijd en drank, takeaway en delivery.
Nou, we zagen dat in 2019 er 180 miljoen online maaltijdorders waren. Platforms zoals Thuisbezorg en Deliveroo. Koffiebekers gaan ook heel hard met 3 miljard in 2019. Volgens mij hebben heel veel mensen ook dat artikel gezien van NOS laatst. Die aankaart dat heel veel mensen nu ook als uitje, als het ware, koffiebekers to go gaan halen. Het is echt een groot groeiend afvalprobleem wat hierdoor ontstaat. Tine, mag ik je heel even onderbreken? Dat mag. Want je bent nog niet te zien. Dus als je op je camera-icoontje klikt, dan kunnen we je allemaal zien. Dan wordt het iets meer persoonlijker, de presentatie. Yes, kun je mij nu wel zien? Ja, top. Perfect, doet het wel. Top. Nou, ik ben Tine, zoals je ook hier kan zien op de foto. En eigenlijk omdat wij die problemen herkenden in die markt, hebben wij Packpack opgericht. Nou, Packpack is een digitaal netwerk dat de circulariteit van herbruikbare F&B to-go verpakkingen faciliteert. Nou, we zijn begin dit jaar zijn wij gestart met het eigenlijk operationeel uitvoeren van een herbruikbare systeem voor maaltijdverpakkingen voor delivery en takeaway. Hebben wij toegelanceerd in Rotterdam, met Thuisbezorg als partner ook. En eigenlijk, dit was eigenlijk de eerste use case van ons netwerk. We zijn nu eigenlijk actief ook bezig met andere soorten herbruikbare verpakkingen in te pluggen in ons systeem. Binnenkort ook koffiebekers, zodat we eigenlijk naar één groot netwerk kunnen gaan die de circulariteit van die verpakkingen mogelijk maakt. Nou, omdat wij hier dus ook veel mee bezig waren, zijn we vaker met Marcel ook in gesprek geweest over standaardisatie in deze markt. Wat je eigenlijk ziet is dat je een heel operationeel systeem op moet zetten met retourlogistiek waar transport en reiniging in zit. En wat wel bijvoorbeeld heel mooi is gedaan met palletpooling en met ook het bruine statiegeldflesjesysteem, is dat het gestandaardiseerd is. Maar in deze markt, in deze opkomende markt voor primaire herbruikbare voedselverpakkingen, zien we dat eigenlijk nog niet. Dus toen zijn we met elkaar gaan nadenken en eigenlijk een exploratie op gaan zetten om te proberen te ontdekken van wat zijn nou de verschillende componenten die kunnen bijdragen aan standaardisatie van deze systemen, zodat inderdaad meer gebruik kan worden gemaakt van een gedeelde infrastructuur om zo operationele kosten te kunnen zakken voor verschillende partijen die betrokken zijn. Even de volgende nu zien. Hier de volgende slide? Ik zal nog niet. Kijken. Yes, oké, nu werkt hij volgens mij. Nou ja, inderdaad, zoals ik eigenlijk al net had aangegeven, we zien wel veel standaardisatie in herbruikbare secundaire en tertiaire verpakkingen. Nou, dit is dus vaak in een business-to-business context. Nou, zoals ik al net aangegeven had, die verlagen operationele kosten en verhogen eigenlijk de positieve impact op het milieu. Nou, dit zien we bijvoorbeeld met de supermarktkratten, dit zien we met palletpooling en dit over de jaren steeds meer ontwikkeld. Maar we zien dus ook een toename in opkomende systemen voor herbruikbare primaire verpakkingen. Dus dat gaat echt over de verpakkingen die direct in aanraking komen met het voedsel. Nou, dit zijn vaak verpakkingen die gebruikt worden in een business-to-consumer context. En wat we zien is dat eigenlijk in deze type systemen dat er heel veel variatie is aan de type verpakkingen en een gebrek aan een gedeelde infrastructuur. Nou, om eigenlijk te exploreren hoe nou standaardisatie potentieel mogelijk kan zijn, hebben we gesproken met verschillende spelers die eigenlijk een belangrijke rol spelen in deze keten. Dus denk aan de partijen, de vendors eigenlijk, of de partijen die dus direct business doen met de consumer. Maar denk ook inderdaad ervaren partijen voor circulaire tertiaire verpakkingen. Dus denk aan Chat bijvoorbeeld. Maar ook ontwerpers, de Better Future Factory, tot echt producenten, DW Reusables. Zijn we met elkaar gaan kijken wat nou componenten zijn wat standaardisatie mogelijk zou kunnen maken. Nou, als eerste hebben we gekeken naar wat nou typische systemen zijn die regelmatig worden gebruikt voor herbruikbare primaire verpakkingen. Er zijn meer op de markt, maar we hebben even een categorisatie gemaakt van 4. Dus aan de ene kant heb je bijvoorbeeld bring your own bowls en cups. Consument brengt bijvoorbeeld een eigen verpakking mee naar een vendor en vult deze gewoon op locatie bij de vendor. Dus denk ook aan een bring your own cup naar Starbucks of NS stations. Daarnaast heb je een aankoop van een bowl. Dat is redelijk hetzelfde met het bring your own bowl concept, maar hier is meer de loyaliteit ook van de vendor in betrokken. Dus dat je een bowl koopt bij die specifieke vendor en dan bij die specifieke vendor je verpakking weer kan laten vullen en vaak ook gemotiveerd door een soort korting.
En beide twee scenario's is de consument eigenaar over de verpakking. Nou, dan hebben we ook nog gesloten systemen, closed systems. Wat dus, waar je dus eigenlijk ziet dat een vendor, dus een horeca eigenlijk aanbieder of vendor, verpakkingen inkoopt. Zij zijn de eigenaar en zij verhuren eigenlijk de consumenten de verpakking. Nou, in dit geval wordt dan vaak de verpakking op locatie weer ingeleverd en daar voorbereid voor reiniging en hergebruik. Nou, dat zien we bijvoorbeeld bij Wageningen Universiteit, maar ook veel universiteitscampuses in Amerika werken ze met dergelijke systemen. En dan heb je ook open systemen. Dus dan zie je eigenlijk niet dat de vendor, maar dat een verpakkingproducent of distributeur of een partij die zo'n rol eigenlijk inneemt, verpakkingen verhuurt aan vendors of direct aan consumenten. En dat de producent of distributeur dus ook die verantwoordelijkheid neemt om die verpakkingen weer te reinigen en schone verpakkingen weer aan te bieden aan vaak de vendor. Dat is bijvoorbeeld het concept wat wij met Pilot gepilot hebben met Packpack, maar dat zie je ook bijvoorbeeld bij een GoBox of bij een Ozarka, ook een community lid. Nou, vervolgens zijn we gaan kijken naar wat zijn nou criteria dan van herbruikbare primaire verpakkingen. Want er moeten dus inderdaad een soort gemene delers zijn, zodat standaardisatie plaats kan vinden. Zoals bijvoorbeeld je ziet in het bruine Nederlandse retourflessysteem. Nou, op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd met partijen en onderzoek dat we hebben gedaan, ook gewoon veldonderzoek door onze daadwerkelijke eigen operatie, hebben we eigenlijk verschillende soorten criteria kunnen definiëren. Ik ga ze niet allemaal voorlezen vanwege de tijd, maar je kan ze even breed onderscheiden als functionele criteria, niet functionele criteria en een ander topic is natuurlijk materiaalkeuze, waar John het ook kort even over gehad heeft. Nou, functionele eisen, ik zal even een paar highlighten in de volgende slides. Nou, hittebestendigheid is natuurlijk een hele belangrijke. Aan de ene kant omdat er in deze markt ook veel warme gerechten zijn. De vultemperatuur moet dus ook voldoende tegen warmte kunnen. Maar ook koude gerechten of verpakkingen voor koude gerechten dienen goed tegen temperatuur te kunnen. Omdat die natuurlijk wel in de vaatwasser moeten kunnen. Daarnaast is het dekselsysteem ook een hele interessante. Een deksel aan de verpakking neemt wel heel veel ruimte in het logistiek en in het reinigingsproces, hebben we geleerd. Dus het wordt wel geadviseerd om een deksel los te doen van de verpakking. Maar qua gebruiksvriendelijkheid is het wel genoemd dat waarschijnlijk een deksel die vastzit aan het bakje zelf gewenst kan zijn. Dus dat is een interessante trade-off. Maar als je kijkt naar efficiëntie en naar standaardisatie, zou dus een losse deksel waarschijnlijk wat interessanter zijn. En bij dat deksel zijn we ook achtergekomen dat waarschijnlijk een universele deksel heel belangrijk wordt in dergelijke systemen. Als je namelijk werkt met unieke deksels voor unieke verpakkingen, moet je dus ook constant die deksels kunnen matchen met de bakjes. En op het moment dat je met een universeel dekselsysteem werkt en speelt in de hoogte van de verpakking, kun je dus eigenlijk veel verschillende verpakkingen introduceren, maar met één dekselsysteem voor het gemak of met een paar deksels. En stevigheid is een hele belangrijke. Het werd ook trouwens net even genoemd door Marcel. We hebben inderdaad ook gepraat met Hobart en Meiko. Dat zijn grote producenten van industriële vaatwasmachines. En daar hebben we geleerd dat een stevige pakking cruciaal is. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor het systeem van hergebruik. Maar dat een wanddikte van meer dan 6 mm er wel voor kan zorgen dat de verpakkingen moeilijker te drogen zijn. Dus dat is wel ook een interessant inzicht daaruit. Even inzoomen een aantal van de niet-functionele eisen. Nou, als je eigenlijk kijkt naar standaardisatie mogelijk maken in dit soort hergebruiksschema's, is dat universele verpakkingen superbelangrijk worden. Maar de trade-off daarin is natuurlijk dat branding superbelangrijk is voor horecavenders. En wat naast branding ook heel belangrijk is communicatie over de voeding op de verpakking zelf. Dus dat is zeker het geval als je bijvoorbeeld ingrediënten erop wil communiceren of de houdbaarheidsdatum, allergeneninformatie. Maar in plaats van inderdaad proberen een bakje zelf te personaliseren, kan je natuurlijk wel denken over customizable herbruikbare... Customizable herbruikbare add-ons. Waar individuele vendors wel branding uitingen kunnen doen en informatie kunnen delen. Maar dat de bakjes of de verpakkingen zelf universeel gecirculeerd kunnen worden. Dus in het voorbeeldje heb ik ook bijvoorbeeld een fotootje toegevoegd van een bandje. Dit was dan wel wegwerp. Maar zo'n soort bandje bijvoorbeeld herbruikbaar maken. Kan dat natuurlijk wel een mooie manier zijn om alsnog informatie te delen. En branding uitingen te doen. Zonder het universele eigenschap van de verpakking zelf te beschadigen.
Nou, een ander groot topic is natuurlijk materiaalkeuze. Er werd net ook heel veel over verteld. Wat wij eigenlijk wel zien is dat voor herbruikbare voedselverpakkingen, dat er heel vaak wordt gewerkt met polypropyleen. We zouden dan ook zeggen dat deze wel het beste uit de wedstrijd komt. Een aantal grote voordelen. Het is een heel veel gebruikt materiaal, waardoor het ook onder andere betaalbaar is. Het is goed hittebestendig. Het kan ook in een magnetron, wat voor veel voedingsconcepten wel belangrijk is. En het is natuurlijk heel goed recyclebaar. Nou, een nadeel daarvan wel is dat recycled polypropyleen natuurlijk niet voedselveilig is. Er wordt daar wel natuurlijk heel veel in gedaan en heel veel onderzoek naar gedaan. Maar dat is het helaas nu nog niet. En een andere, ja, eigenlijk wel denk ik een mooie optie 2, is dan toch wel PET. Dat wordt ook heel veel gebruikt in de F&B-industrie. Het is food-grade recyclebaar. En als je kijkt naar impact, is het wel een wat sterker materiaal. Maar nadeel is dat het niet voldoende magnetron- en vaatwasserbestendig is. Daar worden volgens mij ook wel nieuwe ontwikkelingen vinden daarin plaats. Maar van wat wij nu hebben gezien, lijkt dan toch PP het beste uit de wedstrijd te komen. Verder hebben we ook gewoon gekeken naar logistiek natuurlijk. We hebben ons afgevraagd wat zijn de meest geschikte vormen en dimensies voor primaire herbruikbare voedselverpakkingen voor logistiek. Waarbij we vooral rekening wilden houden met minimale opslagruimte bij vendors. Dat is de feedback die we kregen, zoals je bijvoorbeeld hier ziet in de high traffic locatie. Efficiënte transport en effectieve en efficiënte reiniging. Nou, dan hebben we gekeken naar standaarden en normen die worden aangehouden voor transport. Nou, gastronorm is hierin een bekende norm. Wordt vaak toegepast als standaard in de bereiding, opslag en transport in de F&B-markt. Je ziet ook dat er ook standaardisatie is in de hoogte, waardoor het ook goed stapelbaar is. En euronorm, ook een hele gangbare norm. De Europallet is het meest gangbaar in Europa, past ook in de meeste deuren. En je ziet ook dat bijvoorbeeld de CBL-kratten euronorm zijn, maar ook de afmetingen van de vaatwasmachines vaak op euronormmaten gebaseerd zijn. Een laatste reiniging, ik zie Marcel al erin komen, dus ik ga het heel even snel doorheen. Werd al net gezegd, plastics reiniging is wel heel complex. Waarom? Want hitte wordt niet goed geabsorbeerd. Dus de feedback die wij kregen van Maiko en Hobart is, voorkom diepe groeven en nauwe gaten. De gewenste vorm is toch rechthoekig. En dat komt omdat er eigenlijk minder contactpunten dan zijn voor het stabiel houden van de verpakking. Er was geen specifiek minimum of maximum gewicht. Euronorm is een goede standaard om aan te houden, waarbij dus de maximale afmetingen daarover mee overeenkomen. En de minimale afmetingen voor een groene reiniging kan je hier vinden. Laatste, sorry, look and feel. Inderdaad, de gebruikssporen wil je eigenlijk zo veel mogelijk minimaliseren. Er zijn verschillende manieren hoe je dat heel mooi kan doen. Nou, patronen en bedrukkingen zie je vaak in centerparks-achtige huisjes. Wordt dat dan toegepast, zodat je dat zo min mogelijk ziet. Ook met kleuren werken, inderdaad niet transparant, maar wel lichte kleuren kregen vaak de voorkeur. En werken met guided impact. Dus in het design rekening houden met door bijvoorbeeld bepaalde bobbels toe te voegen, zodat het brand bijvoorbeeld goed beschermd kan worden. En dat soort tweaks in het design van de verpakking, zodat de schade wordt opgevangen tijdens het logistieke proces op bepaalde onderdelen van de verpakking die dat goed kunnen maskeren. En dan zou ik gewoon vooral willen afsluiten met, denk alsjeblieft met ons mee. Dit is een eerste exploratie en we willen vooral ook uitnodigen om met ons dit gesprek verder aan te gaan en je kennis ook hierin te delen. Dus als je met mij wil sparren, als je opmerkingen hebt, vragen of klachten, voel je vrij om even een mailtje te sturen. Ik denk graag mee en ontmoet graag meer community practice leden. Dankjewel. Marcel, we horen je niet. Je staat nog gemute. Te rare is dat zo? Hoor je mij nog steeds niet? Ja, nu wel. Nou, we hebben in ieder geval een pratend hoofd gezien. Nee, ik was eigenlijk aan het zeggen, dankjewel Tine. En ik merkte dat een uur toch best kort is voor 3 presentaties. Dus we wilden het enerzijds kort maar krachtig houden. En iedereen vooral aan te moedigen om of in dialoog te treden met de sprekers. Dan wel, en dat vooral natuurlijk, de rapporten te downloaden en daar zelf mee aan de slag te gaan. Ja, er zijn een boel dingen te leren. Ik heb hier ook weer van alles en nog wat uitgehaald. Dus hartelijk dank Tine en ook Tristan. Ik hoorde in de chat dat toen ik in beeld verscheen, dat sommige mensen jou niet meer hoorden, Tine. Dus in die zin is het goed dat we dit ook opnemen, dat dat terug te horen zal zijn hopelijk.
Ja, hiermee zijn we wel redelijk richting het einde van onze sessie beland. Dus hartelijk dank nogmaals. Ik weet niet, Maartje, of je nog even als laatste kort mijn laatste afscheidsslide even erbij kan pakken. En ik wilde nog even, behalve alle sprekers, hartelijk bedanken. Vooral ook iedereen die luistert, bedanken en aanmoedigen om te kijken waar meer informatie te vinden valt. Nou, ik had nog een mooie slide bedacht met wat zijn we met de Community of Practice nog meer van plan. Ik kan er heel kort even doorheen gaan. Jullie mogen het ook wel nalezen uiteindelijk als we de informatie toesturen. We willen een Engelstalige versie van deze webinar voor met name een rekentool doen, als daar voldoende vraag en interesse naar is. Dus mochten jullie mensen kennen die dit graag ook in het Engels uitgelegd krijgen, dan hoor ik dat graag. In december hebben we een interactieve webinar met Mission Reuse, met name rondom herbruikbare bekers en learnings die we daaruit kunnen halen voor andere herbruikbare verpakkingen. En ik noemde hem al de wegwijzer herbruikbare verpakkingen. Die willen wij begin volgend jaar publiceren. Dat is eigenlijk gewoon een soort een opstartdocument waarin je allerlei informatie kan aantreffen. Conclusies die we uit allerlei pilots en onderzoeken hebben gedaan. En gesprekken met leden van de Community of Practice en daarbuiten. Zeker hoop ik nog naar een fysieke bijeenkomst met een soort netwerkborrel. Want dat is toch ook, als we in een netwerk zijn, meer dan naar een schermpje staren. Het zou heel fijn zijn elkaar fysiek weer eens te zien. Maar ik denk dat iedereen dat wel zal begrijpen. Dus dat hopen we toch wel volgend jaar te kunnen gaan doen. Net zoals dat we nieuwe pilots willen gaan opstarten en moedigen in die zin iedereen aan om met ideeën voorwaarts te komen. Dan gaan we kijken, kunnen we daar nieuwe partijen bij vinden, andere partners, onderwijsinstellingen, NGO's, van alles en nog wat. En zo ook dat wij vanuit het KITV in ieder geval met de Community of Practice ook op Europees vlak aan het kijken zijn waar wij onze kennis kunnen delen. Zowel naar buiten, maar ook weer terug naar binnen. Dus dat was het voor mij. De laatste slide laat ik zo meteen nog even staan voor degene die nog wel de link naar de Community of Practice pagina op de KIDV site wil vinden. Dat vind je ook overigens snel genoeg, denk ik, als je naar KIDV.nl gaat. En verder moedig ik ook iedereen aan om in de LinkedIn groep deel te nemen om informatie uit te wisselen. Nou, met 1 minuut over tijd dank ik iedereen, vooral de sprekers natuurlijk, maar ook iedereen die aanwezig was vandaag, hartelijk voor het luisteren. Het meedenken, de kritische vragen, stel die zo ook rechtstreeks aan de sprekers, dan wel via mij. Dan zal ik zorgen dat we daar antwoord op kunnen proberen te geven. Hartelijk dank en ik wens iedereen nog een heel fijne dag.